Dag beste mensen, vandaag ga ik jullie meenemen in wat is springtij en wat is doodtij. Het is vandaag 7 januari 2019. Morgen dan hebben we op de 8 januari te maken met een springtij. En ik ga kort eens proberen schetsen hoe dat eigenlijk wel ontstaat, dat springtij. Nu, dat het nu 7 en 8 januari is, dat doet er eigenlijk niet toe. Een springtij hebben we 2 keer in een maand te pakken. Hoe komt dat? Wel, dat heeft alles te maken met 3 hoofdrolspelers in dit verhaal. We hebben daarvoor de zon. We hebben daarvoor ook de maan. Die speelt een heel belangrijke rol in het verhaal. En we hebben natuurlijk ook de planeet waarop we leven, de aarde. Nu, om het enigszins een beetje bevattelijk te maken, ga ik die 3 hoofdrolspelers de hele tijd gebruiken. Onze aarde, die kennen we natuurlijk wel, die draait in 1 dag tijd op 24 uur rond haar eigen as. Dan hebben we de maan. Die maan die hangt rond die aarde. Die draait in 28 dagen rond die aardbol. En dan hebben we uiteindelijk ook de zon. Die zon die hangt stil. De aarde die draait rond de zon. De maan draait rond de aarde. En die zon die hangt gewoon op haar eigen plek zon te wezen. Nu, het is precies de beweging van die aarde en die maan die een grote rol spelen in het verhaal. Want wat gebeurt er als we met springtijd te maken hebben? De zon, die oefent sowieso een aantrekkingskracht uit op onze aarde. Ook al staat ze heel ver van ons weg, die trekt en sleurt aan die aarde en die zorgt ervoor dat eigenlijk een deel van het water, de kant die eigenlijk naar de zon toegedraaid staat van de aarde, een beetje uitgerokken wordt. Dus er ontstaat als het ware een grotere opeenhoping van water op de kant van de aarde die naar de zon toegedraaid is. Dan hebben we ook de maan die in het verhaal komt meespelen. En ook die maan die speelt een rol, die trekt ook het water op 1 kant van de aarde naar haar toe. Die maan die is natuurlijk veel kleiner dan de zon, maar omdat ze veel en veel dichter staat, speelt ze een veel grotere rol in het verhaal. Dus als nu de zon en de maan op 1 lijn komen te staan en aan 1 kant samen trekken aan die aarde, dan krijg je een vloedgolf die zich vormt. Die vloedgolf die vormt zich op het moment dat we met nieuwe maan te maken hebben. Waarom nieuwe maan? Dat is een verhaal voor een andere keer, dat leg ik nog wel eens uit. Maar met nieuwe maan, dan zie je de maan niet, dan is ze helemaal verduisterd en dan staat ze eigenlijk tussen de aarde en de zon in. En op dat moment hebben we bij ons springtij. Want de kracht van de zon en de kracht van de maan die spelen samen in 1 verhaal en trekken al het water aan de ene kant van de aarde naar zich toe. Die vloedgolf die ontstaat eigenlijk op het zuidelijk halfrond. Waarom ontstaat die op het zuidelijk halfrond? Omdat we daar met Antarctica zitten. En Antarctica is eigenlijk de enige grote ijszee die niet echt heel veel beïnvloed wordt door landmassa's. Je hebt enkel Antarctica zelf wat daar ligt, maar al het water rond, dat wordt dan heel gemakkelijk in een grote vloedgolf richting, richting maan en zon getrokken. Die grote vloedgolf, die verspreidt zich vervolgens over de aarde en die doet er 2 dagen over om tot bij ons te geraken. Dus op het moment dat het springtij bij ons aankomt, zijn we eigenlijk 2 dagen na nieuwe maan. We hebben eergisteren de nieuwe maan gehad, dus effectief 2 dagen nadien krijgen we dus op 8 januari te maken met dat springtij. Waarom duurt dat 2 dagen? Omdat die vloedgolf tot bij ons komt, dat heeft onder andere te maken met het feit dat die vloedgolf moet reizen over de planeet en ook met de ligging van Groot-Brittannië die dat een beetje tegenhoudt. Dat water moet door dat kanaal geperst worden, komt via het kanaal en via Schotland tot aan de Belgische kust. Maar onthoud gewoon, het duurt 2 dagen na nieuwe maan vooraleer we dus met springtijd te maken hebben. Omgekeerd hebben we een volle maan. Dan staat ze aan de andere kant van de planeet. Daar, en dan staat de zon daar. Zitten we opnieuw met 3 bollen op 1 lijn. De zon die trekt aan het water, de maan die trekt aan het water en je krijgt dus als het ware opnieuw een vloedgolf die zich vanuit het zuiden naar het noorden gaat verspreiden. Dus ook met volle maan hebben we 2 dagen na het verschijnen van de volle maan opnieuw met de springtij te maken. Er is nog een tweede situatie mogelijk. We hebben dus nu gezien hoe springtij ontstaat. Zon, maan, aarde op 1 lijn. Beiden trekken aan de planeet en zwepen het water op in een vloedgolf die over de planeet rolt.
die hebben dan 7 dagen later, want die maan die reist in 28 dagen rond de planeet, 7 dagen later, dan staat ze in een hoek. Ik ga nu voor het gemak de maan hier even zetten, want als ik ze hier hou, dan zie je ze niet. Maar als ze dus in een hoek staan, met het eerste kwartier en het laatste kwartier, ja, dan zie je al wat er gebeurt. Die zon trekt, maar die maan trekt tegen. Met andere woorden, het is dan doodtij. Het vloed, de vloed die we normaal gezien hebben aan de kust, is dan een heel stuk kleiner dan wanneer ze op één lijn staan. Met andere woorden, we hebben dus 2 keer in een maand, dus te zeggen in 28 dagen, want de maan draait in 28 dagen rond de planeet, dus dat klopt niet helemaal met een maand die 30 of 31 dagen heeft. Maar eigenlijk 2 keer per maand hebben we dus springtij en 2 keer per maand hebben we doodtij. Springtij 2 dagen nadat zon en maan op één lijn staan, of ze nu aan die kant of aan die kant staan, doet er niet toe. Ze trekken aan de planeet en het water wordt als het ware uitgerokken op de bal. Is het eerste kwartier of laatste kwartier, dan trekken beiden tegen elkaar en dan krijgen we doodtij. Het normale vloedpeil is dan een heel stuk lager dan in normale omstandigheden. Voor wie het met de bollen niet helemaal mee had, heb ik het hier nog even op papier ook getekend. We hebben hier de situatie van nieuwe maan, de aarde, de maan en de zon staan op één lijn. De zon die trekt aan die aarde en die maan. Die maan die staat dichter, trekt dubbel zo sterk. En wat je krijgt op die aarde is eigenlijk een soort vloedgolf. Het water wordt allemaal aan één kant getrokken. Ik teken dit nu een beetje overdreven. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo heel erg. En aan de andere kant krijg je als reactie hetzelfde. Dus je krijgt eigenlijk een springtij. De vloed die normaal gezien voorkomt op de planeet, is veel hoger dan normaal. Omgekeerd hebben we dan eigenlijk het eerste of het laatste kwartier, afhankelijk van waar de maan staat. Dan krijg je die aantrekkingskracht van die zon wel. Dus je krijgt dan ook weer een soort vloedgolf. Maar omgekeerd, dan trekt de maan van in een hoek van 90 graden eraan en krijg je hier ook een soort vloedgolf. Met andere woorden, het compenseert elkaar en je krijgt eigenlijk een doodtij. Veel minder hoog dan wat je normaal aan vloed zou hebben. Dus we onthouden, springtij ontstaat doordat vooral de maan, maar ook de zon op één lijn staan en het water van de aarde op één kant naar zich toe trekken. Doodtij ontstaat wanneer die twee elkaar gaan tegenwerken. Dus pure fysica, niks meer, niks minder. Zo, dat was in een notendop hoe springtij en doodtij ontstaan. Er zijn natuurlijk nog andere factoren die meespelen. De baan van de maan bijvoorbeeld rond de aarde is niet perfect rond, maar eerder een ellipse, waardoor ze op sommige momenten van het jaar dichter bij de aarde staat dan op andere momenten. De aarde op zich beschrijft ook geen perfect ronde baan rond de zon, maar eerder een ellipse. Daarvoor verwijs ik naar andere filmpjes die je op dit kanaal kunt vinden. Dus die factoren spelen ook nog mee, waardoor het ene springtij al hoger is dan het andere. Halen we een bepaald niveau van zeewater, dan spreken we trouwens niet meer van springtij, maar van stormtij. En komt er dan ook nog eens een storm toevallig op het moment langs dat we met een springtij zitten, dan spreken we van een springvloed. En het is precies de springvloed die het meest gevaarlijk is. Je krijgt dan een opzet van water aan onze kust, waardoor eventueel een dijkbreuk of wat water over de dijk zou kunnen gaan komen. Tegenwoordig zijn onze dijken veel beter beschermd dan vroeger, maar toch, het is toch altijd uitkijken als er een springtij aankomt, als dat niet gepaard gaat met een storm, zeker in het winterseizoen. Goed, tot hier springtij, doodtij. Wil je nog meer dingen te weten komen over de maan, bijvoorbeeld over de schijngestalte van de maan, dan zou ik zeggen, abonneer je zeker op dit kanaal, want in een van de volgende video's gaan we het eens hebben over hoe het komt dat we die maan niet altijd als een volle maan zien, maar soms als een eerste kwartier, laatste kwartier en soms als een nieuwe maan. Want in tegenstelling tot wat je zou denken, wij kijken altijd naar dezelfde kant van de maan, maar de maan op zich die draait toch ook rond haar as. Maar daarover in de volgende video meer uitleg. Bedankt voor het kijken en hopelijk vond je er wat aan.